Professor Peter Diekman heeft zijn zienswijze gegeven met betrekking tot de veelbesproken kwestie rond de staatsschuld. Zoals bekend heeft de Nationale Assemblée goedgekeurd dat de staatsschuld mag oplopen tot 95% van het bruto binnenlands product. Hij kan zich onder meer terugvinden in het schrappen van de strafbepaling uit de wet. De hoogleraar vertelt in gesprek met Radio ABC zijn visie over deze kwestie. De wet op de staatsschuld, wat vindt u van die wijziging? Ja, twee dingen. Dat is natuurlijk ook een heel hot issue. Dat is misschien moet ik even uitleggen dat u hoogleraar corporate governance bent en een deskundige bent wat financiële criminaliteit aangaat. Maar dan zeggen die mensen, wie is Diekman? Die wet op die staatsschuld, ik heb twee waarnemingen. De eerste waarneming is dat de Nationale Assemblée nu heeft goedgekeurd dat de staatsschuld mag oplopen tot 95% van het bruto nationaal product. En de tweede belangrijke wijziging in mijn ogen is het schrappen van het strafrecht artikel in de wet. Als ik naar de eerste kijk, het oplopen van de staatsschuld naar 95%, dan, ik doe geen politieke uitspraken, want daar ben ik niet voor. Maar kijk, als econoom kijk ik ernaar. Ik denk, nou, dat is een forse schuldquote. Dat zou allemaal niet zo heel erg zijn als staatsolie bewezen oliereserves zou hebben gevonden in de Atlantische Oceaan. En ik leg dat ook uit. Stel dat je die bewezen oliereserves zou vinden, dan heb je een paar jaar nodig om ze te kunnen exploiteren. En als dat forse oliereserves zijn, dan kun je daar ook goed geld mee verdienen. Maar voordat je dat kunt verdienen, moet je een olieplatform in de oceaan laten afzinken. Je moet de haven uitbaggeren. Er moet een aanlegstijger komen voor olietankers. En dan heb je een product dat je kunt exporteren. En om dat te kunnen doen, heb je heel veel geld nodig. Moet je miljarden investeren, want je praat niet meer over miljoenen, maar over miljarden. Als je zo'n olieplatform wilt bouwen en afzinken, haven uitbaggeren. En dat je daar geld voor wil lenen, prima. Want dat project gaat je ook heel veel geld opleveren. Uiteindelijk zul je, als je dat geld leent, het uiteindelijk moeten terugbetalen met rente en aflossing. En als je het geld verdient, en je verdient meer dan je rente en aflossing, dan heeft de Surinaamse bevolking er ook iets aan. Het probleem een beetje is, volgens mij is er nog geen bewezen oliereserve gevonden in de Atlantische Oceaan. Dus het is een forse staatsschuld die op een of andere manier gedekt moet worden. En dan hoor je in Suriname dat er heel veel rijkdom in de grond zit. Ja, die rijkdom moet er dan ook wel uitkomen. Dus het is wel een claim die je legt op de toekomst. En dat, het is een politieke beslissing en die politiek laat ik aan de politiek en dat laat ik aan de vertegenwoordigers van de bevolking in de Nationale Assemblée. Die moeten daarover oordelen. Tweede is die schrapping van het strafrechtartikel. En laat ik daar klip en klaar duidelijk over zijn. Ik vind dat goed. Ik vind het prima dat strafrechtartikel is geschrapt en ik leg dat ook uit. Ik vind namelijk dat in dit soort zaken het strafrecht niet juist wordt gebruikt. Ik snap wel dat in 2002, want toen is dat strafrechtartikel in de wet gekomen, dat er een middel in de wet is opgenomen om de groei van die staatsschuld te teugelen. En zodanig dat als de minister in al die jaren zich zou hebben misdragen in de zin dat hij de schuld te hoog zou oplopen, dat hij daarvoor kon worden ter verantwoording worden geroepen. Maar het punt is dat het strafrecht daarvoor niet is gemaakt. Het strafrecht is gemaakt om mensen te berechten die een delict hebben begaan als omschreven in het wetboek van strafrecht. Wat mij betreft heeft de Surinaamse samenleving huiswerk. En ik pleit ervoor dat in Suriname het bestuursrecht wordt ontwikkeld, een infrastructuur voor bestuursrecht. Uiteindelijk is het zo dat de minister van Financiën, maar ook de andere ministers, hebben een mandaat. En dat mandaat hebben ze van de Surinaamse bevolking gekregen via de Nationale Assemblée. En ze geven uitvoering aan dat mandaat. Daar kun je het economisch mee eens zijn of je kunt het er economisch mee oneens zijn. Maar de Surinaamse bevolking heeft gekozen. De Surinaamse bevolking heeft de Nationale Assemblée uiteindelijk aan het werk gezet.
En die mensen voeren hun mandaat uit. En dat geldt niet alleen voor ministers, maar dat geldt ook voor districtscommissarissen. Dat geldt naar mijn idee, heb ik erover nagedacht. Misschien ook wel voor de baas van de markten hier in Paramaribo. Dat zijn eigenlijk ook door de overheid aangestelde mensen die een mandaat hebben. Je kunt als bevolking het daar niet mee eens zijn. Dan moet je niet die ministers strafrechtelijk vervolgen, maar je moet hem bestuursrechtelijk aanspreken. En de bestuursrechter zal zeggen, dat is de overweging in het bestuursrecht, kon de ambtenaar of kon de ambtsdrager, in dit geval een minister, in redelijkheid tot deze beslissing komen. En als de rechter zegt nee, dan moet de minister op zijn stappen terugkomen. De rechter kan ook ja zeggen. Hij kon in redelijkheid tot deze beslissing komen. Hij staat ook onder toezicht van de volksvertegenwoordiging. Werkt dat? Ja, dat werkt zeker. En ik maak even een uitstapje naar Nederland. We hebben het nu in Nederland heel recent. We hebben ook een hot issue. Jullie hebben hot issues, maar wij ook. De rechter in Nederland, de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, heeft in Nederland een belangrijke uitspraak gedaan een paar maanden geleden over de uitstoot van stikstof. En heeft vervolgens de regering, de volledige regering, op zijn vingers getikt. Jullie zijn in je beleid te ver gegaan. Je moet het beteugelen. Het gevolg is dat een heleboel bouwprojecten en de agrarische sector in de problemen aan het komen zijn. Omdat daar met name de stikstofuitstoot erg groot is. En de Raad van State gezegd heeft, de rechter heeft gezegd, je moet dat beteugelen, want dat zijn afspraken die zijn gemaakt. Het strafrecht is daar niet voor gemaakt, maar het bestuursrecht wel. En dat kan heel erg effectief zijn. Dus mijn pleidooi is, prima dat het strafrechtartikel is geschrapt, maar met het schrappen van het strafrechtartikel zou Suriname zich moeten inspannen om een bestuursrechtelijke infrastructuur te bouwen. En dat is het middel waarmee je een minister of een districtcommissaris of een andere ambtsdrager ter verantwoording zou kunnen roepen. Maar het is wel typisch dat die strafbepaling wordt geschrapt op het moment dat de minister het leningenplafond overschrijdt. Ja, en de minister heeft het. Het is wel heel erg toevallig. Nee, ja, de minister heeft het misschien ook wel overschreden. Hè, dus dat zou kunnen zijn. Nochtans, als hij het zou hebben overschreden. Hè, ik ken de details niet van het ministerie van Financiën. Maar stel dat hij het zou hebben overschreden. Dan is de kernvraag, moet je dat nou strafrechtelijk vervolgen? Of moet je het bestuurs- of administratief rechtelijk vervolgen? De minister weet vooraf wat de wet is. Ja, ja, maar ik geef een technocratisch antwoord. Dus hij overschrijdt het willens en wetens. Die strafbepaling. Dat weet ik. Dat zegt u. En ik het wil is het niet ook dat graag, hij dat achteraf hoort. Dat het nee, maar ik wil het is. Ook graag aannemen dat dat zo is. Hè. Natuurlijk, de minister is niet gek. En de minister weet duvels goed hoe de wet in elkaar zit. Hij doet dat toch, maar dan kom ik terug op wat ik eerder zeg. Die minister heeft een mandaat. En die moet een beleid uitoefenen of uitvoeren. En heeft daarvoor geld nodig, heeft gemeend dit te moeten doen. Daar kun je het mee eens zijn of niet. De kernvraag is, moet je dat dan strafrechtelijk vervolgen of bestuursrechtelijk? Dat is mijn kernvraag. Biren gaat er straks op in, maar we hebben nog wat minuten voor u. Ja. Maar er zijn eerder waarschijnlijk ook ministers van Financiën bewust afgetreden vanwege het gevaar. Natuurlijk. Dat kan. En de ene minister zal zeggen, ik zal het niet doen. En de andere minister zegt, doe het wel. Want ik wil die financiering toch doen. Ik wil een bepaald project in gang zetten. Dat zijn de politieke overwegingen waarop ik niet wil ingaan. Ook zeker niet als Nederlander in Suriname. Als ik gewoon technisch kijk naar wat hier gebeurt. Maar het zou geloofwaardiger zijn als je die wet had veranderd voordat die minister het leningenplafond had overschreden. Dan zou het geloofwaardiger overkomen. Ja, maar u legt er nu toch een klein beetje een politiek accent in dat ik niet wil. Ik wil het er niet in leggen. Ik vind het prima dat u dat doet. Ik vind het prima als de Surinaamse bevolking er zo over denkt. Vind ik ook allemaal prima. Mijn visie is veel meer technocratisch. Zorg ervoor dat er bestuursrecht in Suriname komt. En zorg ervoor dat het via dat soort kanalen aan de orde wordt gesteld. En dan doe je het naar mijn gevoel veel beter dan wanneer je het via het strafrecht zou doen. Ja. Het is ook heel raar
als een minister dit soort dingen doet en zo'n quotum overschrijdt, dat je hem ultiem in de gevangenis zou stoppen. Het is geen delict waarvoor je iemand in de gevangenis moet stoppen, tenzij je zou wettig en overtuigend zou kunnen bewijzen dat hij strikt te kwader trouw is. En daar geloof ik helemaal niks van. Ja, maar dan komt u op een politiek terrein. Ja, dat u hem wel of niet gelooft. Nee, daar doe ik dus ook geen uitspraak over. Ja,